ben Soraya Verhoeven, speelster van de Ajax-vrouw. Ik speel voorin en naast mij staat... Kelly Zeeman, ik speel bij Ajax en het Nederlands elftal op het middenveld. En vandaag zitten wij in Zetvoort bij 2 tegen 20. In 3 tegen 20, de keeper, kom mee. Ajax speelt vandaag in een 1-1 formatie met Verhoeven en Zeeman, die zowel verdedigen als aanvallen. De transfervrije overgekomen Boshart staat vandaag op doel. Ze nemen de dop tegen 20 meiden van de FC Buitenveldert. En die spelen in een verrassende 6-7-6 formatie. Topper Bas Nijhuis is de scheidsrechter. De aftrap is over enkele minuten en tijd voor de laatste voorbereidingen. Oké, dames, het is vandaag een belangrijke wedstrijd. Dit is de opstelling. Heel belangrijk, jullie moeten goed je positie zoeken. Eén tip, blijf bij je man. Ja. En dan met... ja, geen risico achterin. Nee, alsjeblieft, geen risico achterin. Zijn jullie er klaar voor? De twee partijen ontmoeten elkaar op het veld en de stemming zit er gelijk goed in. Hebben jullie wel eens met 10-0 verloren? Nee. Huh? Just, Even de regels. We spelen twee keer een helft. En jullie mogen de tweede helft, dat weten jullie, hè? Jokers inzetten. Dat zijn dit keer het knallende ballenkanon. De leeuwinnenpantoffels. Of een kleiner doel en een kleiner veld. Succes. Toch even handen schudden. Aardig, maar de sfeer zal vast zo weer omslaan. Kom aan, hè. We kunnen. Clean sheet. We gaan voor de clean sheet. En je vergeet wat, Ron. Ja. De tos. Kop of munt? Munt. Munt? Nee, dat kan niet. Hè? Zij kiest kop of munt. Maar geen dan munt? Nee, zij heeft munt, dan heb jij kop. Gaat. Nou, kop. Munt. Kop, dus kop. Munt, dus jij mag het zeggen. Aan welke kant wil je beginnen? Aan die kant. Aan die kant? Dan hebben jullie aftrap. Oké. Okay. Okay. Heel veel succes. Okay. Hey meiden, succes. Kom aan, hè? Ja, dank u wel. Zorg dat ik niks te doen heb. Nee. Oké, okay. Wat gaan jullie doen? Winnen! 3, 2, 1. Het komt normaal altijd zo groot, dat weet ik eigenlijk niet. Ajax opent de wedstrijd. En gebruikt goed de breedte van het veld door. En dit is Verhoeven. Terugspeelbal. Terugspeelbal? Dat mag niet. Een terugspeelbal. Een terugspeelbal mag je niet in je handen pakken, Ron. Dat was je zeker vergeten. Team Blauw zit Verhoeven flink op de schoenen, hoor. Op de hielen, zeg maar. Mooie actie van Verhoeven daar. Ja, knap. Heel knap. Kijk eens met dat linkerbeentje. Prachtig gedaan. Ja, kom, tussendoor. We gaan er weer. De dames hebben het moeilijk. De dames van Ajax. Ron! Daar komt hij goed weg, de Basselaar. Wordt dit een goal? Run! Klem vastgevangen en meteen het spel voortgezet. Goed. Goed. Ja, je ziet de bekende pressingvoetbal van de dames van Team Blauw. En de tegenstander wordt goed ingesloten. Maar dit is Verhoeven weer. Met een hele knappe actie en een schot net over. De keeper keek hem gewoon over het doel. Fantastisch, Ron! Oh, als je dit al fantastisch vindt. Zeeman, dat is een echte pingelaar. Kijk eens, mooi door de verdediging heen van Team Blauw. Het is knap, hoor. Weer een mooie actie. Maar we zitten dicht tegen de rust aan. En valt er nog een doelpunt? Nee, hoor. De eerste helft eindigt met 0-0. Dit moet lukken met twee man. Vastzetten? Ja, jij blijft daarachter, wij zetten het vast. De tweede helft alles geven. In de tweede helft hebben jullie ook nog de jokers. Welke twee worden het? Het knallende ballenkanon? De leeuwinnenpantoffels? Of een kleiner doel en een kleiner veld? Welke joker gaan jullie gebruiken? De kleinere goal voor ons. Ja. En de leeuwinnenpantoffels voor jullie. Echt waar? Ja. Ja, ik zie alleen maar blauw. Ja, ik zie alleen maar blauw. Zag ik al. Verder gaat het heel goed, hoor. Zeg het maar. Pantoffels voor jullie en voor onze kleinere groep. Kunnen wij protest aantekenen? Er is geen enkel protest mogelijk. En als je te veel zeurt, wat krijg je dan? Gele kaart. Een waarschuwing? Gele kaart. Dus wel beginnen we mee met het kleinere veld? Ja. Ja. En het kleinere doel? Ja. En die pantoffels komen zeker later dan weer? Ja. Nou meiden, dit kennen jullie. Okay. Het gaat goed. Kom maar, kom maar. Ja hoor. Succes. Wat is er aan de hand? Wat zei die? Je veters zitten los. De tweede helft begint en Blauw is aan zet. Kijk, het kleinere doel en we spelen op een half veld.
Jammer zeg, de rainbow flick die mislukt. Strijd! Penalty! Ja, wat is dat nou? Is dat een penalty? Scheidsrechter toch, het is een vrije trap. Hier is het. Ik vond het een duidelijke zwalboer, een fopduik van Zeeman. En ik begrijp het protest van Team Blauw heel goed. Maar Bas tuint erin, de scheidsrechter. Hij gebruikte de spuitbus. Een handigheidje om de muur op afstand te houden. En wat doet Ron daar ineens in die muur, zeg? Een schot wordt gekraakt door de muur. Knap verdedigd. Soraya Verhoeven die overschiet. Maar ja, het doel is ook een stuk kleiner, dus moet je lager mikken. Lekker! Goed samenspel van FC Buitenvelder met een grote kans. En wat een redding daarvan, Ron zegt. Waarom wilde geen enkele grote club hem hebben eigenlijk? Lekker, meiden! Team Blauw zet weer druk op Zeeman. Ze laten haar geen moment met rust. Goed. Als je hem kwijt moet. Ga door. Wat hoor ik daar? Zegt de scheidsrechter. Ga door. Daar komt Ron uit zijn doel. En wat nu? Hij gaat erin. Een doelpunt. Oh, 1-0 voor Team Blauw dankzij een geweldige kopbal. Waar het al over de joker? Het wordt nog moeilijker. De Leeuw winnen. Voor jullie. Hier zijn ze. Jullie moeten ze aan. Kijk. En wat vinden jullie van deze schoenen? Mooi. Ja, enig. Nou, staat top. Succes. De tweede joker wordt ingezet, de Leeuwinnenpantoffels. En dat valt niet mee voor de meiden van Ajax, hoor. Ga door. En Buitenveldert zet weer druk. Buitenveldert jaagt door. Wat doet Ron daar nou? Hij pakt daar een van de meiden vast. Ja, hoe kort ook. Maar ja, Bas Nijhuis is een topper. Die heeft het gezien. Gele kaart voor Ron. Die kan wel. Ah, de scheids. Die hield hem vast. Ja, dit helemaal dit. Ja, nou. Dit, oh. Wees blij dat je geel krijgt. Het mag gewoon niet, Ron. Linkerhoek. Kies jij maar voor hun de linkerhoek of voor ons? Dan mag jij uitkiezen. Nou, kies ik voor de linkerhoek. Dat betekent een strafschop. Wat een geweldige knal. Daar kan je toch wel even naartoe duiken naar die hoek, Ron. 2-0 voor Team Blauw. En hij staat aan de grond genageld. Ga door. De dames van Ajax dan weer. Die moeten echt het vuur uit hun leeuwinnen sloffen lopen om nog te scoren. Oh. Zeeman laat zich vloeren daar. Dat is een kaart. Oei, penalty. Ja, meer is terecht. Wat doe je normaal als iemand vraagt om een kaart? Geef jij hem? Het was Kelly. Normaal geeft hij die niet zo snel. Oh, dit is leuk. Ja, Verhoeven krijgt een gele kaart. En een penalty. Op de leeuwinnen, de Pantoffels. En die wordt gestopt door die Dekselse keeper van Buitenvelder. Wat een feest en wat een sensatie, zeg. Oh. Kijk eens, wat een geweldige reactie. Dat is knap, hoor. Die staat over een paar jaar in het doel bij Ajax, denk ik. En het einde van de tweede helft. Met een duidelijke overwinning voor Team Blauw, de meiden van FC Buitenvelder. Jullie hebben natuurlijk dik gewonnen. Ja. En wat hoort daarbij? Kampioenschaal. Ja.